Het Nederlands damesteam floorball reist binnenkort af naar Italië voor het wereldkampioenschap. 9 van de in totaal 20 spelers trainen 5 dagen in de week om straks de kwalificatie goed door te komen. Ze spelen tegen Zwitserland, Oostenrijk, Estland en Duitsland. Wat floorball precies is? Wij vergelijken het eigenlijk altijd met ijshockey, omdat het daar best wel op lijkt. Alleen het is niet op schaatsen en je hebt niet zo'n dik pak aan. Maar op zich lijkt er best wel veel op en je mag ook dingen met je lichaam doen. Je mag met je lichaam de bal opvangen, je mag met je voeten de bal ook een paas geven. We zijn een crowdfunding gestart omdat we dus geld moeten verzamelen voor Celano, waar we de kwalificatietoernooi gaan spelen. We moeten wel gewoon zelf heel veel neerleggen en we moeten daar ook, omdat we het geld nu voor Celano neer moeten leggen, misschien andere dingen verlaten, want we zijn best wel veel studenten zitten erin. Maar dit jaar zijn we gelukkig wel met het sterkste team gaan we en niet met het kapitaalkrachtigste team. Maar daar hebben ze ook echt specifiek voor gekozen en er zijn ook mensen die hebben aangegeven geven van als het niet lukt, dan overleggen we wel en dan zorgen we wel dat je gewoon mee kan. Voor mij is het op zich wel te combineren met sport, met de opleiding. Het is op zich wel veel werk, je moet er best wel veel tijd aan besteden. Maar ik vind het zelf heel leuk om te doen, dus daarom ben ik er ook wel graag mee bezig. Ik heb zelf niet zo heel veel energie, dus ik train heel veel en ik sport heel veel. En daarnaast, ik train en ik doe studie en daarnaast doe ik eigenlijk niks. Dus voor mij is het wel lastig, maar het is wel vol te houden, want ik heb wel het doel van ik wil ons gewoon kwalificeren. En daar gaat het om nu. We'll be right back.